Nou, ik snapte er eerst net zoveel van. En van de politieke ploegen. En nou, welke en zo. En wat de betekenis en ambitie achter zie je. Jouw les van burgerschap in de bovenbouw en in het kader van dat van burgerschap ben ik bezig geweest met politiek en dan vooral ik de gemeenteverkiezingen, want voor jonge lui zit de politiek toch best wel vier van hun oud. En zeker, ja, wat is de rol van de gemeente? Dus we gaan speeddates aan met alle raadsleden die dus iets verteld houden in hun partijprogramma, maar daar kwam ik hele mooie gesprekken uit over, ja, waar de jongeren hier in de gemeente eigenlijk behoefte aan, want ja, hoe berikst die? Jonge lui die rennen net even de gemeentehuis binnen om mij de raadsleden te gaan praten. Dus er komen wel hele mooie gesprekken uit. En ik, in samenwerking met jongerenwerk, mijn kern, werd daar wel een vervolg aan, Jan. We hebben de partijleden ook uitgenodigd in de klasse, waar ze eigenlijk hun programma voorstelden. Maar dat we de partijleden ook vooraf hebben gevraagd van, hey, schrijf hem nou eens even puur op die jongeren onder de 18, of in ieder geval voor de jeugd. Zodat zij niet een heel programma hoeven door te spitten, maar daar al punten uit kunnen halen die voor hun wel echt interessant zijn. En waar ze eigenlijk ook al input op kunnen geven. Het was niet alleen dat de partijen wat kwamen brengen qua verhaal, maar ook dat ze eigenlijk al direct punten meenamen wat de jeugd ervan vond. Nou, op basis daarvan wordt nu gestemd. Even dubbel gevouwen in de container of in de stembus doen. Ja? Nou jongens, succes! En maak ik vrede je wijst op stemd, hè? Friese partij of zo, iets van die Friese hier uit de omgeving, daar had ik op gestemd. Want de rest leek allemaal een beetje op elkaar en ik dacht van, nou ja, kan ook wel een keer wat anders. Ik heb de BVNL stemd. Dat spreekt me meest aan, dus. En ja, daarom eigenlijk. De FNP had ik op stemd, ja. En wat weer de grootste reden voor jou om daarop te stemmen? Nou, omdat ik uit Friesland kom. Nou, wij gaan straks de stem tellen en om kwartier voor twaalf komt de lokale burgemeester van de gemeente om de uitslag bekend te maken. En dan weten we ik waar de meeste stemmen net in hier op Singeland Burger. VVD. VVNL. Als eerste is eindigen de FNP. Fries Nationale Partij. FNP.